Het is nog avond, mijn haar zit waarschijnlijk totaal kut. Sorry daarvoor. Mijn moeder komt net binnen en ze geeft me dit. Oh my god! Oh my god, it's so awesome! Ice cream, lekker zo! Ondertussen ben ik de vlog van Vet Gezellig aan het kijken. Ik heb het veel voor Vet Gezellig. En ik ben aan het leren voor de toetsweek. Want zoals je kan zien daar, is dat volgende week. Want we zitten nu hier. Dus ik ben nu weer aan het leren voor geschiedenis. En dan ga ik straks Nederlands doen. Maar eerst gaan we de ijsmacaron eten. Ja. Ijsmacaron. Ijsmacaron. Oké. Oh, hij is echt groot. Het is karamelsmaak. Ik hou normaal gesproken. Holy shit. Kijk hoe groot. Niet normaal, man. Kijk dan. Oh, hij is heel zacht. Hij is niet zo roze als op de verpakking. Hij is heel bruin. Hij is een beetje gedeukt. Kijk. Ik weet trouwens niet hoe goed jullie mij zien als ik het zo neerzet. Dus ik zeg even 3, 2, 1. Wow. Oeh, kut. Het is echt heel fel. Oké. Okay. I'm gonna eat this. En... Macaron zelf is heel zacht. Niet echt knapperig, dus dat is wel jammer. Maar het is wel lekker. Ah, koud. Of het nou echt karamel is, weet ik niet. Maar het is wel lekker. Daar gaat het om. Ik proef nu even een stukje alleen macaron. Ja, ik mis de mensen die luchtige, krokante structuur die een macaron heeft. Maar het is wel lekker. Uitmening. Was lekker. Macaron kan beter. Hij is iets groot. Je hebt bij de Hema en bij de Jumbo heb je wat kleinere. Die net die lekkerder zijn, die heb ik zelf nog niet op. Maar hij is echt heel groot. Hij is zo groot als zo'n sandwich van Ben & Jerry's. En ik hou niet zo van karamelsmaak. Maar het was meer vanille karamel. Het was lekker. Maar zou ik hem zelf nog een keer kopen? Nee. Ik bedoel, er zitten zoveel aantekeningen bij. Het is echt... Misschien is er wel zoveel gemist deze periode, maar meer omdat ik echt iets van heb van... Nee, het is geschiedenis. Komt toch goed. Zo, het is donderdag en ik ben keihard aan het werk. Ik ben vandaag vrij van school, maar ik ben wel ondertussen heel hard bezig met school, want morgen is de eerste examentoetsdag. Dan heb ik Nederlands en geschiedenis. En ik heb net geschiedenis gedaan. En dat was echt heel veel. Echt, oh my god. En ik ben nu bezig met Nederlands. In Nederlands moeten we woordjes leren, dus die heb ik even uitgetypt en uitgeprint. Je hebt denk ik woordjes leren voor Nederlands, maar je moet dan bijvoorbeeld, zeg maar, de betekenis weten van bepaalde woorden. En er zitten echt woorden tussen waarvan je denkt, seriously, welke Mongool gebruikt dat? Maar goed, dat moeten we leren, dus dat leren we. En nu ga ik, er zitten ook teksten in, ga ik een examentekst oefenen. Kijken wat ik fout gedaan heb. En daarvan leren. Het is 4:15. En wat ben ik aan het doen? Aan het lunchen.
Ik heb een soort van tossies gemaakt van puntjes of bolletjes. Want er is geen brood meer in huis. Als ik het geweten had, had ik het even meegenomen bij Albert Heijn. Dat zit bij ons in de buurt bij de Kruidvat. Maar goed, dat is het niet. En ik heb een lekker poppetee. Een Grey Tea met honingmelk. Oh, wat lekker. En ik ben Fleur de Force, de vlogs aan het kijken. Als je me volgt op Instagram Stories, heb je dit al gezien. Maar ik heb vandaag allemaal nieuwe dingen gekocht bij de Kruidvat. Oh, waaronder eindelijk een goed scheermesje. Mijn oude scheermesje. Zoals jullie weten, scheren vrouwen. Als je vrouw bent en je doet het niet, prima. Ik vind het zelf fijn om te doen. En omdat ik een hele gevoelige huid heb, is het belangrijk dat ik een speciaal mesje heb. En ik had er altijd eentje die trilde. En als ik die gebruik, dan doet het gewoon geen pijn. En dan is mijn huid niet zo droog en niet zo vervelend. Maar die verkopen ze niet meer. Dus ik heb een hele zoektocht afgezocht. En nu zag ik van de week die reclame op televisie voor een nieuw scheerapparaat die trilt. Van dat werk die normaal voor je voeten is. I don't get why. Maar goed, die kon ik niet vinden. Dus uiteindelijk heb ik deze meegenomen bij de Kruidvat. Met een scheerapparaat bovenaan en een trimmer onderaan. Ik weet niet of ik die trimmer echt ga gebruiken. Die ga ik gewoon een keertje testen. En ik weet dat er bikini op staat. Maar dat scheermes kun je natuurlijk ook gewoon voor je benen gebruiken. En hij was nu 8 euro in plaats van 15. En dat is ook altijd fijn. Daarnaast heb ik 2 lipstifts gekocht. En een mascara en een concealer. Die laatste 2 waren op. En ik ga nu even lekker dit opeten. En dan ga ik zo verder met Nederland. Vrijdag. Check trouwens even die matches met t-shirt in mijn lipstift. Dat was geen bewuste keuze. Het is vrijdag. Het is 1 over 10. En ik ga nu pas ontbijt maken. Omdat ik pas om 11:45 op school hoef te zijn. Ik heb wel een ET, een examentoets dan. Maar goed. Kopje thee. We gaan lekker voor zo'n hele grote mok. Daar heb ik echt zin in. Een hele lekkere grote kop thee. Zo. Weet je waar ik trouwens echt van... Ja, het is hier nu echt een zooitje, het spijt me. Waar ik echt van kan genieten, is het feit dat we een soort koeker hebben. Want dan... Ja, ik kan het nu niet zo goed laten zien, want je moet met 2 handen doen. Maar dan doe ik gewoon dit. En die aan. En dan heb ik gewoon thee. Weet je wat ik nou zo besef? Over een week is het concert van Tesco al. Oh my god! I'm so excited! I'm so excited! Oh jongens, ja. Ik heb er zo'n zin in. Ja, ik ga er maar eentje naartoe. Dat is wel even spannend. En als het goed is ga ik daar met de trein gewoon naartoe en dan word ik opgehaald. S'avonds. En dan moet ik met de trein terug en word ik vanaf het station opgehaald. Want het is in Tivoli en dat zit praktisch naast het station. Even denken hoor, wat ga ik ontbijten? Ik heb echt geen zin om te eten. Ik hoop dat ik vanmiddag na mijn dus een video op kan nemen. Maar mijn vader is ook vrij. Die is nu in de garage. Mag ik niet, mag ik niet. Jezus, wat een bijten in godsnaam. Ken je dat? Oh, ken je dat? Dat is gewoon totaal niks is om te... Maar dat je denkt van ja, daar heb ik zin in. In Ikea. Het is donderdag 3 november en dan vind ik er een beetje bleh uit. Maar dat komt omdat ik net in bed in slaap ben gevallen.
Ik ben vanmiddag nog even naar de stad geweest nadat ik mijn laatste toets had gehad om laarzen te kopen. Maar ik heb geen leuke laarzen kunnen vinden. Dat was best wel kloten. Ik heb wel leuke laarzen kunnen vinden, maar niks gaat om mijn kuiten heen. Van mijn dijen. Nee, dat zijn mijn kuiten. En kuiten, ik heb ze helemaal opgemeten. Een 38, 40 centimeter. En de meeste laarzen zijn op kuitbreedte 36 centimeter ingesteld. Nu vind ik dat erg gek. Want kijk, ik ben niet de slangste, maar een vriendin van mij, Meerte, die is gewoon echt, die is slang. Die is gewoon, weet je, en die past ook nergens in. Die heeft echt niet, zeg maar, die is niet, zeg maar, ik ben niet dik, hè. Maar, dus ik vind mezelf niet dik, laat ik het zo zeggen. Jij mag mij dik vinden, I don't fucking care about that. Maar, die past ook nergens in. Dus ik heb echt zoiets van, what the fuck is er aan de hand? Zijn ze alleen maar gemaakt voor luciferbeentjes of zo? Goed. Ik was heel moe toen ik thuis kwam, dus ik heb even snel een tosti gegeten omdat ik nog niks gegeten had. En daarna ben ik in bed gaan liggen en een beetje series gekeken en toen ben ik in slaap gevallen. En toen werd ik nu wakker en het was 5:30. Ik moet nog een vlog editen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet me niet te volgen op Instagram. Vergeet me niet te volgen op Instagram vooral. Ik ben vooral heel actief op Instagram, maar op de rest niet echt, heel eerlijk gezegd. Dus vergeet me niet te volgen op Instagram en je niet te abonneren op dit kanaal, want dan blijf je op de hoogte van iedere video die online komt. En dan zie ik jullie... En de vlog zien jullie dan weer over 2 weken op donderdag. En daarin ga ik naar Teske's concert, dat is morgen. I'm so excited! Maar dat zien jullie pas over 2 weken. Doeg!